Hi DTL Squad! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En voor als je nieuw bent op ons kanaal, join de DTL Squad door hieronder te abonneren. Vandaag hebben we weer echt een hele andere video dan normaal. We gaan vandaag een challenge doen, namelijk Don't Drink the Wrong Mystery Drink Challenge. Het is echt een lange naam. Wij zien deze challenge overal op YouTube rondgaan en wij vonden het best wel een grappig idee. Ja, we zijn creatief geweest met de opstelling. Hier gaan straks de drankjes zitten. En hoe werkt nou de Mystery Drink Challenge? Nou, het werkt als volgt. Je hebt een drankje, bijvoorbeeld sap van olijven. Heel lekker. Dat is natuurlijk een vies drankje. Maar je hebt ook een lekker drankje. Zoals Arizona. En dat ga je dan hieronder plaatsen. Ja. En we gaan elkaar een vraag stellen. En als degene de vraag fout heeft, moet hij ergens gaan drinken. Ja, en het ding is dus, diegene weet wel welke twee er liggen, maar weet niet welke van de twee welke is. Dus we gaan straks ook even het schermpje omdraaien, zodat we het niet kunnen zien. En stel Mani is straks aan de beurt, dan vraag ik haar een vraag die zij waarschijnlijk niet zal weten wat het antwoord daarvan is. Beantwoordt ze het fout, dan moet ze gaan drinken. En heeft ze het goed, dan ben ik aan de beurt. Ja, we hebben allebei vragen bedacht die echt lastig zijn om te weten. Omdat we gewoon eigenlijk zoveel mogelijk willen proeven en drinken. Ja, ja. En we zijn natuurlijk tweeling. Dus wij weten eigenlijk wel heel erg dingen weten van elkaar. Dus we moesten echt een beetje moeilijke vragen hebben. Ik ben benieuwd wat jouw vragen zijn. Ik ben ook benieuwd wat jouw vragen zijn. Ja, ik weet niet of mijn vragen dan lastig zijn. Ik heb een hele vraag. Ik ook. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En laten we beginnen met de video. Nou, Mani, aan jou de eer om als eerste te beginnen. Ja. Ik heb deze vraag voor jou. Hoe vaak per dag ga ik naar het toilet? Hoe vaak per dag ga je naar het toilet? Ik denk... Jij drinkt wel veel. Mm-hmm, ik drink veel. 5 keer? Nee. Is dat te veel of te weinig? Dat is echt veel te weinig. Ik ga wel bijna 10 keer per dag naar het toilet. Nee, dat is onwel. 3 keer. Dus 1, 2, 3, 4, 6! 6 keer! Ik denk 6 keer. Dan zag ik er best wel dichtbij met 5. Maar het is niet goed. Dus ik ga 2 lekkere drankjes voor je uitkiezen. Ik ben benieuwd wat je gaat drinken. Ja, je mag je ogen open doen. Oké, nou we hebben dus nu het schermpje omgedraaid. Je kan mezelf niet zien, helaas. Ja. Ik heb er 2 dingen neergelegd. Ik vertel even wat je hebt neergelegd, maar niet waar natuurlijk. Nou, ik heb een lekkere Italiaanse tomatensaus voor je klaargemaakt. Oh. Niet uit het pak in een glas. In een glas. Niet uit het pak in een glas gegoten of zoiets. Okay. Maar die zit dus hier of hier. En de andere is Chubby. Weet je dat nog? Van de Turkse winkel. Oh, van vroeger die kleine flesjes. Chubby zijn van die frisdrankjes met aardbei of blueberry smaak. Ik heb de rode Chubby, want dat vond ik wel passen in het thema van tomaat en rood. Ja, moeilijk hè? Tomaat is toch niet heel erg, maar het is ook niet lekker. Ga voor deze. Nee, 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 dan ga ik voor deze. Het is tomatensaus. Ja, dat is tomaten. Maar het is niet heel vies. Oh. Ik heb niet gezegd die dat dat mocht. Ik ga dat wegspoelen, toch? Ik ga het wegspoelen. Oké. Okay. Mag ik kijken ernaar? Ja, je mag er naar kijken. Eeuw, het ziet er echt vies uit. Oké, dan ga ik nu even terugpakken. Dus mijn vraag is, hoeveel seconden aan Netflix heb ik vandaag niet toe gezien? Wat? Hoeveel seconden? Ja. Aan Netflix? Moet je even gaan rekenen. Hoeveel seconden heeft een uur? Oké, maar mag ik mijn rekenmachine gebruiken? Nee. Waarom niet? Gewoon. Jeetje. Oké, ik zeg 3600 secondes. Nee, dat klopt niet. Secondes. Nee, niet 3600, maar ik heb ook nog een halve aflevering Jane Virgin nu gezien. Dat is ongeveer 20 minuten. Nou, 20 keer 60 is 1200. Dus 1200 plus die 3600. Ja, ja, ik snap hem. Dat is hoeveel ik aan Netflix gezien heb vandaag. Nou, ik heb 2 dingen hier neergelegd. Aan de ene kant ligt sojasaus, als van de sushi, super lekker met zalm en zo. En chocolademelk. Ik ruik gewoon letterlijk de sojasaus. Ik ruik sojasaus ergens hier. Net heb ik hier de vieze gedaan, dus ik denk dat jij het dan weer omwisselt. Dan ga ik voor deze dan maar. Oké. Okay. Sorry. Oh my god, ik ruik het helemaal. Het schoot in mijn keel. Het schoot in mijn keel. Ik voel het nog steeds hier. Oh, best wel zielig. Nou, daar zitten we weer. Dit keer is het mijn beurt om te proeven. Het is jouw beurt. Ik de
Als ik de vraag fout heb, tenminste. Oké, de vraag is: hoe vaak heb ik het afgelopen uur geknipperd? Ik denk. Oké, dus mijn antwoord is 40 keer. Ik weet het niet. Ik denk dat het niet goed is, maar. Nou ja, ik weet je, je kan er altijd een beetje net wat van afzitten. Maar hier staat op internet: dit is gemiddeld 1260 keer per uur dat je knippert. Ja. En dat vind ik niet echt lijken op 40. Oh nee, ik bedoel 40 per minuut. Ja, maar ik zei toch Dus ik ga wat lekkers voor jou uitkiezen. Heb je er zin in? Ja, heel wat erg. Wat vind jij nou het vieste van wat we hier allemaal hebben? Weet ik niet eigenlijk. Ik vind allemaal, maar ik vind denk ik olijven en de jalapeno's het minst lekker. Nou, dat zou ik voor je regelen. Zo, je ruikt het al wat ik voor je heb uitgekozen. Nee, ik heb voor jou. Ik ruik het niet. Nou, ik ruik heel sterk olijven. Dus ik heb voor jou olijfensap aan deze of deze kant. En ik heb voor jou Fernandes aan deze of deze kant. Ja, ik vind olijven zelf gewoon lekker, maar dat Ik ruik het helemaal niet zo. Ik word daar helemaal misselijk van. Heb jij dat ook? Ik ruik het niet eigenlijk. Nou, smaken zijn goed vinden. Dan ga ik voor die. Oh yeah! Ik was heel bang dat je misschien. Oh, dat is zo. Olijven vind ik wel lekker, maar ik vind en dat. En Fernandes dan? Fernandes is prima. Dat is heerlijk toch? Heerlijk meisje. Heb ik weer leuk voor je gedaan? Oh my god. Eeuw. Ik was ook bang. Olijven lekker hoor. Ik was zo bang dat je dan zou zeggen: best lekker eigenlijk. Omdat jij toch olijven lust. Ja, maar dat sap is wel. Dat sap is echt heel vies. Nou. Nee. Het is gelukt om je terug te pakken. Nu ben ik aan de beurt. Dan ga ik jou weer terugpakken. Wat een leuke wisselwerking. Tenzij ik de vraag goed heb. Ja, maar dat lijkt me sterk. Hoeveel TikToks heb ik vandaag gezien? Oh shit, ik dacht dat ik gewoon zeggen gemaakt. Dan had ik het nee, gewoon weten. Sinds ik wakker ben. Niet om middernacht of zo nog. Oh. Maar gewoon sinds ik vandaag wakker ben. Hoeveel? Weet jij dat zelf überhaupt wel? Ongeveer. Je mag er 10 naast zitten. Oké. Okay. 10, hoger 10 dagen. Oké. Okay. Ik zeg 45 heb jij er nu gezien. 45? Ik zeg 45. Nee. Ik heb vandaag, zeg maar, ik zit meestal gewoon door de dag heen wel op TikTok, maar als ik net wakker ben niet. Maar denk ik er vanochtend misschien. Ik zat zelf met TikTok aan 25, 30. Oké, okay, stop maar. Dus jij mag gaan drinken. Weet je, deze vragen zijn zo stom. Nou, ik heb weer even twee lekkere dingen voor Tjona neergezet. We hebben iced tea. En jalapeno. Nee, jalapeno. Oh, ik dacht dat je olijfensap had gedaan. Ik vond het zo ruikerder daar. Nee, Godver. Nog erger. Ja, maar ik heb steeds weer de vieze. Hè? Dus elke keer als ik denk dat eentje de lekkere is, dan is het de vieze. En ik denk dat deze de Arizona is. Ik denk dat hieronder. Toen kraakt iets aan. Hieronder de Arizona ligt. En ik denk dat daar jalapeno's liggen. Dan ga ik toch voor deze. Oh my god. Oké. Okay. Zo. Oké. Okay. Het is jouw keuze. Het is mijn keuze. Gaat jouw mond in, niet die van mij. Dus. Oké. Okay. Oh, ik durf niet. Ik denk echt dat deze de vieze zijn. Jalapeno's. Wat? Nee! Oké, okay. Luister. Als ik hier wat grotere slok van neem, dan proef ik dat het iced tea is. Maar ik weet niet, maar die kleine sip was gewoon echt jalapeno smaak. Oh, dit was echt heftig. Ik heb helemaal steek in mijn borst van dit. Nou, het is allebei heel vies. Je hoort het een hele heftige challenge. Eetje. Verdamme. Oké, nu zijn we allebei evenveel geweest. Maar het leek ons leuk om nog één extra ronde te doen. Dus we gaan steen, papier, schaar doen. En dan tot de 3. Ik hoop echt niet. En wie er wint, die mag voor de ander nog wat neerleggen. Ik ben amper hersteld. Zonder enige vragen. Oké. Okay. Shit. Ik moet even inbeelden. Oké, 2-1. 2-0 doe ik. Shit, 2-1. Oké, dus dit gaan we even weghalen en dan ga ik even wat nieuws neerleggen. Oh nee. En dan mag Tjona er lekker van gaan genieten. Nee. Ik heb er zin in, dus let's go. Weg. Nou,
Laatste ronde. Ik heb nog steeds oprecht. Ik voel bij inademen. Precies zo'n steek hier. Ik denk dat ik zo hard over mijn nek ben gegaan. Dat ik gewoon, ja, of ik overdrijf gewoon heel erg. Ja, dat zou ook kunnen. Dat zou ook kunnen. Maar ik ben, ja, ik wil echt niet. Zo, nee, die is vies. Nee. Heb je... Wat? Welke heb je gedaan? Dat ga ik nog niet zeggen. Ik ruik letterlijk een mix van die jalapeno's en van die olijven. Die twee vieze. Ik ruik misschien ze nog van daarnet of zo, als je daarom ruikt. Ik wil echt niet de mami. Nee. Wat denk je dat het was? Godverdamme. Eeuw. Nou, nu ga je je mond spoelen met degene waar je ook eerst van moest kotsen. Ja, maar... Wat was het? Oh, pittig. Pittig? Ja, pittig. Dat waren toch de olijven? Oh, nee, die gaan de andere kant. Volgens mij, dat zijn jalapeno's. Ja, jalapeno's. Oh, maar dan heb ik ze andersom neer had gelegd. Oh, je hebt gewoon olijven en jalapeno's. Oh. Ja, maar... Je bent echt gemeen. Ja, maar je verloor ze in per schaar, dus ik dacht... Dus je dacht, als je verliest, dan moet je wel echt even boeten daarvoor. Oh, dat gaat echt niet weg. Ik vind dit eigenlijk ook niet super lekker, maar het is een stuk beter dan... Ja. Nou, ik hoop dat jullie tips en tot Chayona de challenge wel leuk vonden. Oh, lekker uit de pak. Ik vond het persoonlijk wel grappig. Ik heb niet heel erg dingen gehad. Ja, niet. Maar ook niet. Ja, ik heb ook geen één keer lekker gehad. Maar je bent wel heel erg gemeen geweest. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Weet je wat me opvalt? We hebben geen van ons. Geen lekker gehad. Geen van ons heeft ooit de goede gekozen. Ja. Hoe kan dat? Nou ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En als er reacties aanstaan, comment dan. Wat zullen we laten commenten? Als de reacties aanstaan. En anders moet je het naar ons DM'en op deze account. Dan comment je wat jou het vies lijkt. En dan kan je vertellen dat het toch echt wel jalapeno's zijn. En wij... Oh. En wij zien jullie weer volgende week donderdag om 2 uur. Of zondag om 7 uur. Ligt eraan hoe snel wij gaan editen. Met de volgende video. Doei!